pijlsnel op een surfboard het water overvliegen. Niet met behulp van een paddel, zoals bij suppen, maar met een elektrisch motortje. Dat is e-foilen. E-foilen is een fantastisch gevoel. Je hebt het gevoel dat je zweeft over water. En dat is een ervaring die je in het dagelijks leven helemaal niet meemaakt. Dus dat is heel erg leuk om te doen. Het fenomeen bestaat al sinds 2018 in Amsterdam, maar is steeds populairder aan het worden. Merken ze bij e-foil school Flying Fish. Het wordt heel populair, ja. We bereiken ook steeds meer bedrijven die bedrijfsuitjes willen doen. Vrijgezellengroepen die komen. Dus we zien wel, ten opzichte van vorig jaar, zien we een verdubbeling van de omzet. Het ziet er spectaculair uit, maar volgens de instructeurs is het niet moeilijk. Dat moesten we natuurlijk even uitproberen. Safety first. Daar gaan we. Na wat gestuntel lukte het om te staan en zelfs te foilen. Oké, heel kort dan. Door de toenemende populariteit zijn e-foils inmiddels ook al op andere plekken in de stad gespot, zoals op de Amstel. Bij roeiverenigingen De Hoop en RIC zijn ze daar niet blij mee. Ze maken zich met name zorgen over de snelheid van de apparaten. Ze gaan nog wel vrij hard en zeker het verschil met, zeker in een roeiboot is natuurlijk best wel groot. Ze kunnen een behoorlijke snelheid bereiken en dat strookt eigenlijk niet met de vaartuigen die op dit moment op de Amstel ronddrijven. Ze kunnen hard. Ze kunnen 30 tot 35 km per uur. Dat zullen wij nooit doen. Ik heb het zelf nog nooit geprobeerd, moet ik eerlijk zeggen. Tijdens onze lessen begrenzen wij de boards tot echt per level een paar stapjes omhoog. Waardoor mensen eigenlijk nooit boven de 20 km per uur uitkomen. Maar 20 km per uur is veel meer dan de 6 km per uur die is toegestaan op de Amstel. De organisatie raadt particuliere e-foilers dan ook af om op dat soort drukke plekken in de stad te foilen. De gemeente laat weten op de hoogte te zijn van de e-foilers op het water. Toch is handhaven niet mogelijk omdat er nog geen beleid voor het nieuwe fenomeen is. Maar als het aan de roeiers ligt, komt dat er wel. Hoe meer je daar aan vaartuigen blijft toevoegen en er eigenlijk niks over afspreekt, hoe meer problemen je veroorzaakt. Het leidt echt tot gevaarlijke situaties op het water. Als je in botsing komt met zo'n e-foil als roeier, dan ben je echt heel hard de sjaak. Dus er moet echt wel beleid op komen en er moet ook op gehandhaafd worden. Ik denk dat het heel slim is om dat gesprek te voeren en te kijken hoe we daar op een goede manier, waar we beide er heel veel plezier aan hebben, door kunnen gaan.